Field & Urban zijn ontstaan in 1992 en hadden oorspronkelijk de bedoeling om bedrijven actief in de land- en tuinbouwsector en in de voedingssector om die te ondersteunen op vlak van PR. Geleidelijk aan is de scope verruimd en houden ons ook bezig met ICT, multimedia en lifestyle. Het bedrijf is geen klassiek reclamebureau. We zijn voornamelijk bezig met below-the-line activiteiten. Dat wil zeggen dat we PR-bedrijven in de brede betekenis van het woord. We hebben ons een tijdje ook geholpen met onder andere FileMaker Pro, waar we dan zelf aan beginnen bouwen zijn en moduletjes aan toevoegen zijn. Maar uiteindelijk kwamen we toch wel iedere keer uit bij dezelfde onhebbelijkheden, ambetantigheden, waarbij dat we telkens vastliepen omdat er geen integratie was van uren, inkomende facturen, uitgaande facturen en alle andere mogelijke registraties die nodig zijn om een bureau vlot te doen draaien. Ik kan je voorstellen, als wij met Field Communication een factuur moeten maken 2 maanden nadat een project al gestart is, dat het eigenlijk heel moeilijk is om dan nog te gaan terug samenstellen wat die uren waren die in het begin werden gepresteerd. We deden dat vroeger gewoon in Excel, werd erbij gehouden en dan werd er gekeken in onze agenda. En dan probeer je op te tellen en als je dan nog 2 uur gewerkt hebt aan het terug samenstellen van die timesheet, kan je eindelijk of kon je eindelijk de factuur maken. En dat is iets dat onze Nederlandse collega's, Oprapers, ons attent op gemaakt hadden, dat zij daar een oplossing voor hadden met CodeJot. Het gaat een pak sneller dan vroeger, het gaat een pak juister, je hebt alles in kaart. Je kan je volledige management op CodeJot gaan bouwen. En dat is belangrijk, het management van uw personeel, het management van inkomende facturatie, van uitgaande facturatie. Alles is erop gebouwd en ik denk dat we vandaag niet meer zouden kunnen werken zonder beroep te doen op CodeJot. Ja, op het moment dat we gekeken hebben naar CodeJot, hebben we natuurlijk ook gekeken wat er verder nog in de markt was. En er waren wel wat gratis oplossingen of license-free oplossingen, maar die bleken toch nooit zo specifiek op communicatiebureaus gericht. Een SAP of een Navision blijkt dan weer te zwaar voor onze omgeving. Ja, structureel merk je dat CodeJot gemaakt is door mensen die wel heel goed weten hoe dat een communicatiebureau in elkaar zit. Je merkt dat het programma structureel eigenlijk perfect bij de flow van een project loopt. Het is niet zo, wat in heel veel ERP-programma's is, moet je de flow van het bedrijf aanpassen aan het programma. In dit geval hebben wij dat eigenlijk minimaal moeten doen. De hosting heeft dat alleen maar voordelen en ik denk ook dat we daar in de toekomst alleen nog maar verder in zullen gaan. Ik denk dat in dat opzicht de keuze gezond was ook van Dataland Solutions om ons te pushen in de richting van hosting in de cloud. Ik denk dat alleen maar voordelen heeft. Je bent zeker, het systeem valt nooit plat. Dat is ook wel heel duidelijk. Je kan het ten allen tijde en overal kan je aan je gegevens. Dus dat heeft alleen maar voordelen. Het pakket zit eigenlijk al zeer compleet in elkaar. Voor ons is er nog 1 stukje waar we met heel veel hoop naar uitkijken en dat in principe op zeer korte termijn gerealiseerd zal worden, is ons beloofd. En dat is de volledige en verdere complete integratie met de Outlook-omgeving. Men is daarmee bezig bij Dataland Solutions om die two-way integratie mogelijk te maken. En dat gaat voor ons maken dat het pakket 100% en perfect inzetbaar is.